Dag allemaal, mijn naam is Jan Kees. We zijn in Museum Speelklok. En in het museum hebben we allemaal zelfspelende muziekinstrumenten. Hier kijken we naar het carillon. En we noemen het hier wel het gezelligste museum, het vrolijkste museum van Nederland. Omdat alles wat je ziet in het museum speelt nog. Dus alles maakt muziek. Nou, en we hebben hier onderwijsprogramma's voor alle jaarlagen. Voor de onderbouw hebben we een speurtocht waar je aapjes moet zoeken die over alle instrumenten verstopt zitten. En als je alle aapjes gevonden hebt, kan je ze invullen op een kaartje en dan kan je er een muziekje mee maken. We hebben een onderwijsprogramma waar je samen met een robot een muziekstuk kunt componeren of samen met een instrument kunt improviseren. En we hebben een programma waarin je zelf een muziekinstrument wordt. Dat heet Programmeer Jezelf. Daar hebben we een apparaatje. En als je je klasgenoten aanraakt, dan veranderen ze in een pianotoets. Maar alle onderwijsprogramma's die we hebben, beginnen met een rondleiding. En daarvoor laat ik jullie nu een klein stukje zien. En alles wat we kunnen zien, speelt ook. En dan laat ik jullie een kleine selectie zien. Zoals deze. Kolibrieklok. Nou, dit is een echte speelklok die het museum zijn naam geeft. Maar dat is niet alles. Als we hierin lopen, komen we op het orgelplein. Hier kunnen leerlingen zelf een orgel draaien. Maar ze kunnen ook proberen hoe het is om een echt groot straatorgel te draaien. En die is een stuk zwaarder. En we hebben natuurlijk, en daar gaan we nu, ik hoor het op de achtergrond al een beetje, de danszaal. Voor we daar naar binnen gaan, wil ik jullie ook vertellen dat wij op onze website www.museumspeelklok.nl onder het kopje educatie allerlei lesbrieven hebben staan. Dan kun je zien wat we exact allemaal aanbieden. En laten we nu, dat is kerst op de taart, de dansorgels bekijken.